Je staat tegen de muur, iemand is u heeft u vast met een wurging, ontspant erin. Ja? Als hij harde kracht zit op mijn handen en ik ga niet beginnen wringen, dan zet ik eigenlijk energie bij op die wurging. Dat wil ik niet. Ik ga gewoon van hier ontspannen. Hij zet volle kracht op mij, ik ga ontspannen en ik ga op een ontspannen manier vanuit mijn centrum naar hem duwen. Dat is het idee. Ja? Heeft het geen effect in de zin van dat hem loslaat, dan is alleszins de kracht er hier uit. De kracht is uit die wurging uit en dat is belangrijk. Het circuit dat hij hier maakt rond mijn keel, maak ik eigenlijk gewoon een kortsluiting. En ik neem die kracht gewoon van hem weg. Belangrijk is te geloven in die techniek en blijven duwen vanuit je centrum. Okay. Ja, en nu zit mijn huid aan het strelen. Ja, dat is beter. Gewoon op het moment dat je voelt, ik val nu het hem. Op het moment dat je op die plat zit, dan moet je doorgaan. Nog eens? Ja. Ja. En je voelt bij jou ook, de greep, die verzwakt gewoon. Op het moment dat je hem hebt, op het moment dat je hem kort slaat, nu is het er voorbij, ja, hier is hem. En die lost mijn greep. Ja. Dat is het idee. Heel simpel. Belangrijk is hier, ik kan bij deze oefening gewoon puur energetisch gaan werken. En daarop, oké, dat werkt. Wat leren we vaak aan? In andere krijgskunsten ook, is van, je gaat bijvoorbeeld een techniek eraan koppelen. Ja? Maar zolang dat ik dat met kracht ga doen, lukt dat niet. Ja? Dan zijn we aan het vingen yang tegen yang. Ik wil die energie van hem aanvaarden, ik krijg yang van hem, ik zeg oké, dank u. En ik ga dan een richting geven. Maar dan doe ik het vanuit ontspanning. Ja? Dan doe ik het, ik kan bijvoorbeeld ook, ideaal is zijn centrale lijn aanvallen, dat is die richting. Dus ik kan hier zeggen, vanuit ontspanning ga ik naar zijn centrale lijn. Dat is een idee. Doe ik het puur op kracht, en dan moet je niet zo hard knijpen, want dat kan ik niet voordoen. En ik zou dat gaan doen, ik zou eigenlijk die beweging gaan maken. Dat kunnen we doen, maar dan zijn we puur mechanisch bezig. Dus het is eerst aanvaarden van die kracht. Ik aanvaard die kracht, oké. En nu ga ik een richting geven. Ik kies zelf, maar eerst aanvaarden. Okay. Voelt die energie binnenkomen? En nu met kracht, gewoon hetzelfde met kracht. Ja. Voel dus ook toenemende kracht? Ja, toenemende. Want ik ga meer agressie zetten, op het moment dat je dat doet. Ja, dat is erover geraden. Nu mist uw intentie. Uw intentie moet in die armen zitten. Ontspannen en gewoon mij, de arrogantie van mij weg te duwen. Ja, nu is het erover ontgaan. Nog niet. Het is echt puur intentie nu. Ja, dat is beter. Oké.